condities bij Xina. Xina, ja aan jouw vrijheidsdromen in alle veiligheid. Xina. Meisjes van kleding, die bereiden alles goed voor. Dat is echt een hele boekhouding, de juiste kleren. Maar soms, ja, springt er een knop van je broek of geraakt er niet in je vest. En je moet je 1000 keer omkleden op een dag. Dus dan gebeurt er wel al eens iets en dan niet. De re-investimentaire dingen, dat is echt, passen deze kousen wel bij die broek? En wij moeten er altijd al op voorhand heel hard mee lachen. En dat dan juist hij dit voor heeft, het is om te huilen van het lachen. Het is kijk maar mee. Leef acht. Dus ik weet niet hoe cool we gaan. En precies nog grappen ook, hè. Daar is, dan belt je mij. Dan kom ik direct op daar. Goed, tot straks. Zet je weer op voor je? Ik vind straks niet. Oké. Dat zit hier. Oké. Waar is uw gsm? We gebruiken natuurlijk ook heel veel requisieten. Al het eten dat je bij ons ziet, alle flesjes. Er wordt heel veel gegeten en gedronken, omdat we vooral 's morgens en 's avonds zogezegd thuis zijn. En dan durft het wel al eens gebeuren dat er iets valt of ongestoten wordt. Of een potje dat je niet open krijgt, of een papiertje dat echt, ja, onhandigheid troef. En dat is natuurlijk wel heel hard lachen, hè. Opnemen repeteren we heel vaak. En dan weten wij als acteur waar alles ongeveer staat. Dan worden wij bijgewerkt door de make-up. En ondertussen, achter ons gat, gebeurt er soms van alles. Een regisseur die een stoel een beetje opzij zet of requisieten die iets anders gaat zitten. Je begint aan je scène, je denkt alles is zoals ervoor. Maar plots staat je stoel er in de weg. En dan? Vandaag een afspraak met de bank om over een lening te praten. Maar wij... Als mensen vallen, als mijn kinderen vallen, moet ik ook altijd heel hard lachen. Dat is echt gênant. Dan kom ik niet meer bij. De slappe lach. Ik kan erover meepraten. Ik heb zo toch wel mijn dagelijks momentje. Ik in de slappe lach, dat is meestal als je wat moe bent. Je hebt je al te veel geconcentreerd. Dan ook wel van combinaties van acteurs bij elkaar. Je weet al sowieso, als die een of die komt, is het om zeep. Meestal is dat zo. Als het bij u over is, begint een andere en het stopt niet. Soms moeten we echt een boel stilleggen en even van de set gaan. Even frisse lucht nemen, je komt terug op de set, je denkt, nu is het over. Je kijkt in uw tegenspeler zijn ogen en patat, van haar, gênant, de ploeg op het hand. Maar je kunt er niks aan doen. Echt, gaan, je kunt dat niet tegenhouden. En het is wel achteraf heel plezant, maar op het moment zelf niet altijd. Jij bent echt de slimste van de familie, hè? Maar dat stof ligt niet op je laptop, dat zit in je laptop. Ja, zie, ik ga dat spel toch niet opgooien en alle
was uitkaarsen, hè? Ze stond op lichten niets van over. Och, jongen. Ze biedt van het hart. Sorry, jongens. Ik ga echt niet meer. Sorry. Ik wil klappen. Ik ga vaak voor. Die moest ik dan niet opeten en die hebben gewoon doorgedraaid totdat ik ervan beet. Ik moest het bijna overgeven. Ik kom niet. Oh, verschrikkelijk. Er zit heel veel humor in.